Dit is Broodje Verhaal. Een videocast voor ondernemers, waarin een ondernemer tijdens de lunch de ingrediënten van zijn ondernemersverhaal deelt. Wat wil hij bereiken en waarom? Welke obstakels moet hij daarbij overwinnen? En niet onbelangrijk, wat kookt hij van de lunchkaart? Kiest hij voor een gebakken eitje, een pasta van de dag of toch dat broodjebal? Broodje Verhaal, vandaag met... Karin Veldhuizen van Watersport Camping Heeg. Hey, leuk. Hey, Karin, leuk dat je er bent. Wat woon je hier mooi. Ja, dankjewel. Wat heb je allemaal meegenomen? Zeg, fantastisch. Hey. Ah, gaan we maar even helpen. Hey, is het heel kort. Waar kent iedereen jou van in Nederland? Je kan mij kennen van als grasprietverhuurder. Dat is mijn merkbox. Ik ben de stuitenbal, dus dat houdt dat weer in de kaart. en ik verhuur die aan mensen die wel van een leuk, mooi plekje houden. Waar veel creativiteit is, waar duurzaamheid belangrijk is. Kortom, wij moeten vampen met onze camping. Nou, dan gaan we straks even wat vampen. Ja. Maar wat maakt jou anders dan al die andere gasprietverhuurders, dan die andere campings, dat vampen? Ja, VAMP staat voor vernieuwend, anders, maatschappelijk verbeterend. Ik denk dat je nu mijn nek gaat bijten eigenlijk op een of andere manier. Of zo, inderdaad. Maar goed, dat gaat dus niet gebeuren. Nee, dat laat ik. Ja. Nee, nou, wat doe je anders? Wat doe ik anders? We hebben bijvoorbeeld geen wifi. We waren de eerste camping in Nederland in 1994 met een eigen website. Maar we hebben nooit wifi genomen. Want voor ons is kamperen dicht. Maar even mensen hebben toch een eigen provider. Kun je er niet uit. Ik kan toch gewoon op mijn wifi. Ja, nee. Dus heb je een blogger? In de ideale situatie zouden we de kooi van Faraday over de camping heen hebben. Maar dat lukt dus, niet. Dus dat was nieuws toen je de eerste camping met zonder wifi was? Ja, ja. En dus dat is een oud voorbeeldje. Een nieuw voorbeeldje, dat is wat dit seizoen gaat komen. Dat is dat we, je kent de camping en tussen het water en het kampeerterrein zit een dijkje. En die hele zuidvlak, die hele helling, die wordt ingezaaid met vlas. En vlas is het meest duurzame, circulaire plantje wat je maar hebt. Dan kun je tenten van spinnen bij wijze van spreken. Ook, ja, linnen. Ja. Maar dat bloemetje, dat geeft voeding aan een heel breed spectrum insecten. Er zit inderdaad vlas in, hè, in het steeltje. En als het bloemetje zaad wordt, dan kan je er weer lijnzaadolie van maken en verf. Ja, dus je hebt vampieren, vlas. Nee, niet vampieren, en oké, en wifi, dat is wat je anders maakt. Ja, dat zijn een paar voorbeeldjes. Ja. Hey, wat drijft je nou als ondernemer? Waarom doe je wat je doet? Eigenlijk is die camping voor mij meer een podium om een klein... Ja, een camping is een mini-wereldje. En daar kan ik alles maken, ontwikkelen waar ik blij van word. En waarvan ik hoop dat er ook heel veel andere mensen blij van worden. Dat ook als jij alleen staat blij van wordt. Dat zit je ook niet echt op natuurlijk. Dat helpt ook niet echt. Dus, en daar kan je heel veel dingen uitproberen, laten zien hoe het ook kan. En wat is jouw missie met Young Camping? Watersport Camping Heeg, zoals je heet? Ja, heel kort gezegd, sturen op hoe het allemaal beter kan. En ik weet het ook niet, hoe het allemaal beter moet. Ik weet ook niet hoe het beter moet. Mevrouw Jeeg. Nee, beter. Ga je het ons wel vertellen? Nou ja, dat we een positieve impact hebben op de lucht, water en grond. En dat we voldoende geld verdienen om zelf brood op de plank te hebben. En dat hoeft niet veel, maar... En genoeg om te kunnen blijven innoveren. Dat klinkt heel realistisch. Ja, maar daar word ik blij van. Daar word je blij van inderdaad. Hé, wat gaan we maken? Wat gaan we eten? Ja, kijk. Nog maar even. Wat zit hier in? Ik denk dat hier een paling in zit. Ja, yes. Precies inderdaad. Ja, ja. Want ik kom uit Paling City, hè? Paling City. Ja. Volendam toch of niet? Nee, Heeg. Oké, en hoe klinkt de Heeg Sound? Heb je die ook? Nee, die hebben we niet. Nee, kijk, want je... Het wordt wel tijd, hè? Ja, wel eens tijd, hè? Paling Pop uit Volendam. Wat is dan de Heeg Sound? Ja. Goed idee, dat is weer stof tot nadenken. Want ik moet straks weer terugrijden door die duffe polder en dan... Dus dit is een paling, heerlijk. Ja, ik heb een broodje voor de lunch.
Ja, dat is oké. Nou goed, we kunnen ook gebruiken vast. We hebben er nog eentje. Hey, je moet straks helpen afwassen, geloof ik inderdaad. Het is heel dreigend te zitten. Maar vergeet het. Ah, Famke toch. Joch, nog eens even aan je. Nou, moeten we een beetje vlies trekken of niet? Ja, maar nou moeten we even avanceren met uitpakken. Ja, moeten een beetje avanceren. Nou, doe ik het even om. Heerenveen, hè? Dus, oh nee, dat is Friesland natuurlijk inderdaad. Wat nog meer? Ben je echt een Friesin of niet? Nee. Doe ontwikkelingswerk, zeg ik. Ja. Ontwikkelingswerk. Dat zijn van eigenwense mensen uit het Westen, die gaan naar Friesland toe en die zeggen wat ze ontwikkelingswerk doen. Ja. Karin, toch? Ik heb direct een slecht humeur daar hiervan. Ik wil bordjes mee. En? Ja, ik denk zoete broodjes, daar kan je alles mee lijmen. Zoete broodjes bakken inderdaad. Ja. Friesland, de suikerbrood. Kerst over het woord, Friese suikerballen, jongen, net. Hij is wel eens home, Mark, of niet? Maar lekker proberen. Met echt een lekkere boter erop, hartstikke best. Nog één. Hey, voordat we verder gaan in het Fries, ik ga je een schort om doen, want anders mogen we niet koken. Nou, kijk nou toch eens. Moet ik hem even omsmijzen? Oh, dat is helemaal... God, het is lang geleden dat een man mij heeft aangeknipt. Nou ja, helemaal lang geleden. Als jij even op gaat schrijven wat we gaan eten, hier, dan ga ik even wat inschenken. Wat wil je graag drinken? Water. Kraanwater. Lekker kraanwater, ja. Spraakwater. Zet een winstje, hè? Kom op, Femp. Ja, doe die er maar bij. Die er maar bij, hè? Ja. Ga ik even wat glazen pakken en dan ben ik er even zoek mee. Ik kijk altijd wat ik kan leren of kan jatten van een ander. Want we hadden het net over die methode Famp. En die is ontstaan doordat ik afgekeken had bij de Efteling. Daar hebben ze dus de methode Pardoes. Ja. Alle medewerkers moeten Pardoesen en de P staat voor properen. Dus ze hebben al die kernwaarden in een woordje gedaan. Toen dacht ik, oh, dat is een goeie. Dat kunnen wij ook. Ja. Dus toen hebben wij dat vertaald naar de camping. En toen werd dat methode Famp. En die merkbox, dat vertelde ik net al, die komt van het Fries Museum. Dus wat gebeurt hier? Ja, die laden, dat is een beetje een grap van de show inderdaad. Die gaat sinds opa als je er tegenaan loopt, dat kunnen we ook niet zeggen. Oh, maar dat heeft gewoon niks even, met mijn even, nee, verhaal gewoon, te maken, dat je gewoon, heeft al, weglezen. Hij heeft wel een beetje karma gevoelig inderdaad. Dat maakt het niet zo. Kan jij voor mij ze zo een beetje uitdrukken? Dit is voor de eerste keer dat ik hartjes in brood heb gedrukt. Kijk nou, leuk hè. Ik ga even een Charlotte kattenbakje. Oh. Ja, ik ben een beetje netjes. Ik doe het altijd. Dan hoef je het namelijk niet allemaal op te trainen. Gooi het erna in een bakje. Oh, kijk. Getrukt. Allures in de keuken. Femp, hè? Zo gaat dat inderdaad. Wat jij doen? Ja, wat ligt daar? Kijk, hier moeten we een beetje tartaartje van maken. Maar even terug naar het campingverhaal. Je bent zomaar voor de leeuwen gegooid. Voor de palingen gegooid, zeg maar, inderdaad. Op die, Ja, eigenlijk wel. Gewoon, we gaan gewoon op camping beginnen. Ja. Mam geen ervaring, jij geen ervaring. Gewoon gaan doen. Gewoon gaan doen. Nou, alles stond er al, met toiletten, alles was daar verder mee. Je hoeft niet te graven, nee, stond er helemaal niks. Nee, het was een veredeld weiland, meer was het niet. Er stond een receptie, die was van karton. En er stond een toiletgebouw, dat was van wel gemetseld. Dat was het. Ik neem je keuken weer even over. Maar goed, weet je, wat was je was dat toen mee bezig? Wat had je als doel met die, wat was je grote wens? Of was er helemaal geen wens voor jou om die camping te beginnen? Of dacht je er toen al van, nee, was er een visie? Of was het gewoon twee mensen, jong, we gaan gewoon een camping beginnen? Had je nou ja, nee, maar wij hebben het over 33 jaar geleden. Ja. Natuurlijk hadden we wel een visie. En we dachten dat we dat wel konden en we dachten ook wel dat we het beter konden dan dat het op dat moment ervoor stond. Nou ja, toen de tijd, toen waren de omstandigheden wat anders. En de AWB was mega belangrijk, hè. Want toen hadden we nog geen internet. En al die kampeerders die hadden zo'n kampeerboekje van de AWB in de auto liggen. Ja. En die zochten daarop de campings uit. Dan reden ze daar naartoe, ze belden op, ze vroegen een folder aan. En daar stond je wel in? Nee, daar stonden we nog niet in. Oh, kijk. Dus wij wilden daarin staan. Ja. En om erin te kunnen staan, moest de afstand van de ene kraan naar de andere kraan zoveel centimeter zijn. En, ja. Nou ja, dat geneuzel. Nou, toen hadden we die ANWB-erkenning. En
Dus de kranen, de kranen waren op de goede afstand. Gaat het in? Gaat het, ja, top. Ja, dus toen hadden we die ANWB-erkenning. Toen kregen we het eerste jaar erop 25% nieuwe gasten erbij. Zo belangrijk was die ANWB toen. Even een beetje... Ja. Want waarom, heb je toch gezegd, wij willen ons meer gaan specialiseren. Waarom moet het in een niche? Nou, eigenlijk... kijk, en ik heb een allergie voor saai. En een camping is in de winter dicht, hè? Ja. Dus van 1 oktober tot 1 april zijn we dicht. Zitten we in de winterslaap. En dan vond ik het ook, sorry hoor, maar redelijk duf in Friesland. Dus ik... Ja, het is wat je ervan maakt, zeg ik altijd dan, hè. Maar goed, ja. Ik ben gek. Ja. Paardenseizoen dus is ook helemaal niks voor jou, inderdaad. Nee, dus ik denk, ik moet... dus dan ging ik dingen verzinnen. Ik heb een allergie voor saai, dus ik ging dingen verzinnen. Ja. Die allergie voor saai, zou eigenlijk elke ondernemer niet een beetje moeten hebben? Als je door wil gaan? Of zeg je, nee, het hoeft helemaal niet. Je kan ook rustig zo'n beetje voortkabbelend door het leven gaan. Nee, maar ik kan me ook niet voorstellen dat er niet is. Want dan, wat is dan je drijfveer? Ja, misschien het geld verdienen, maar... Ja, dat vind jij niet leuk. Dat vind ik niet goed genoeg. Nee, ik niet hou goed wel... genoeg? Nee, niet goed genoeg. Ja. Ik heb meer nodig. Dus ik wil van betekenis zijn en ik wil uitdagingen hebben. Ja. Kijk, maar ja, corona was een beetje te veel. Ja, dat is te veel uitdaging. En wie zie je nou als jouw mentor? Mijn man of vrouw waarvan je veel leert? Of is dat... Oh ja, nee, maar dat is ook een mooi verhaal. Kijk, ik zat bij een presentatie van Ron Meijer. Hij is hoogleraar in Tilburg. Mm-hmm. En hij zat te vertellen dat creativiteit alleen maar samen kan met controle. Mm-hmm. Weet je, ik heb die man ook later een mailtje gestuurd. Je hebt me huwelijk gered. Want Jacob zit heel erg in controle. Dus dan zeg ik, oh Jacob, kijk dan, dit is leuk. Dat moeten we doen op de camping, zegt hij. Ga maar doorberekenen. Ga maar kijken. Laat maar zien hoe we dat terug gaan verdienen. Even een spreadsheetje maken eerst. Ja. En dat doet hij iedere keer. Dus echt een manager is het inderdaad, bij wijze van spreken. Dus ik denk, gadverdamme man. Weet je, daar zakt al je energie van weg dan toch. Dan denk ik, Dus jij moest een paar keer een pakje sigaretten halen en maar uiteindelijk... Ja, maar je hebt elkaar nodig. Dus Ron Meijer heeft onderzoek gedaan naar bedrijven die al eeuwen bestaan. Mm-hmm. Douwe Egberts is dan nog een jonkie erbij. En dan zie je iedere keer dat in de top is een creatieve gek naast een controlfreak. En die houden de boel in balans. Dus je bent genoeg aan het innoveren, maar je slaat niet door die controle. Dus je hebt die balans nodig. Dus iedereen moet eigenlijk een Jacob in zijn bedrijf hebben. In het of geval een creatieve van jou. Gek. Of een creatieve gek, ja. Maar kijk maar bij Van Bommel Schoenen. Daar zit ook een creatieve gek van die broers met een controller. Bij Bavaria zie je het. Dus als je op die manier gaat kijken, dan herken je het ook wel. De yin en yang van het ondernemerschap ja, is hebt, de creatieve gek. Je hebt beide gek. Nodig. Hebt en beide nodig. Zijn van waarde. Ja. Beide kunnen niet zonder elkaar. Ja, mooi. Waar worstel jij vooral heel erg mee? Als ik het zo hoor, kan je niet zo goed tegen regeltjes? Ja, nee, dat vind ik lastig. Dus ik burgerlijke ongehoorzaamheid. Zo ben jij. Dat past wel een beetje bij überhaupt bij camping-eigenaren. Ja, uiteindelijk heb ik wel bedacht, weet je, we hebben wel eens gedoe gehad met een zeecontainer die we gingen verbouwen tot een strandbarretje. Dat was een teveel stadse uiting in een landschappelijk gebied. Dus inderdaad een beetje rebels. Dat zit er wel een beetje in. Maar je moet als ondernemer, kijk, vind jij dat je rebels moet laten. Eigenlijk had ik helemaal nooit de vergunning moeten vragen. Gewoon dat ding neerzetten. Gewoon doen. Piraterijen gewoon inderdaad. Ja, volgens mij maakt het heel veel ambtenaren ook veel makkelijker door niet alles te vragen. Nee. Je moet niet alles altijd willen vragen. Nee. Maar je zit toch heel veel soortgelijke campers als jij hebt. Hè? Vooral de laatste jaren zijn er natuurlijk in Friesland veel meer en in heel Nederland campers te komen. Wat van die rebelachtige types die zich richten op extraverte mensen die heel erg in zichzelf bezig zijn. Nee, maar snap je allemaal van dat soort kleine minicampertjes, die zijn er steeds meer gekomen. Merk je daar iets van? Ik bedoel, die concurrentie? En jij er weer doen om continu te blijven vernieuwen? Want anders ben je ook weer een van de velen. Ja. Dus samenwerken met ze. Een creatief project wat op camping De Lievelingen bij jou om de hoek... ken je die? Ja. De Lievelingen is heel ga je bekend. Überhaupt wel eens kamperen eigenlijk? Nee, komt überhaupt zijn deur niet uit. We zijn de enige keer per jaar, dat is eigenlijk dat hij hier bij mij op bezoek komt. No. Geluk, zie je? Geluk. Kijk, dat krijg je ervan. Voor allemaal inderdaad. Dat krijg je er nog van. Maar goed, dus samenwerken met de concurrenten. Ja, samenwerken, elkaar versterken, helpt heel goed.
ook kijken naar andere sectoren. Ja. Ja. Dus omarm je concurrent? Ja. Maar dat soort campings zijn er wel steeds meer geworden. Want iedereen ziet dat die, zoals jij dat noemt, die standaard AWB-camping, dat dat gewoon niet meer, dat dat niet leuk is. Toch? Nou ja, weet je, daar zijn er al heel ontzettend veel van. En die markt die dat leuk vindt, is ook niks mis mee. Maar die markt is niet zo groot. Dus als de markt klein is en het aanbod heel groot, dan gaat de prijs onder druk staan. Nou ja, dat is wat je als ondernemer wil je kunnen overleven. Dus dat is geen optie dan. Ja. Daar moet je bij weg. Wat is de grootste boef van jou als ondernemer, als camping-eigenaar? Wat, de grootste? De boef. Dus altijd elk verhaal is er een boef. Hè? Je hebt een wens. Hè? Wat is jouw wens? Wat wil je graag worden met je camping? Wat is het doel? Iets grotere verhaal? Dus ik ben nu 55. Dus ik heb misschien nog 20 jaar te werken. En het mooiste wat ik zou kunnen bereiken is dat we met de camping positieve impact hebben op de lucht, water en grond. Het liefst een camping, wifi afgesloten, het liefst een blok erop, mensen, rust, dicht bij de natuur, bij het water, gezellig onder elkaar, af en toe veel dingen doen, op zoek naar de geheime plekjes, fietsen. En je wilt van een camping afjagen. Inspiratie bieden. Maar geen goedkope amusement of zo. Wat is dan inspiratie zit in een boek om dingen te gaan doen s'avonds en met elkaar of zo? Ja, bij het kampvuur en dan iemand langs laten komen die wat over een interessant thema vertelt bij het kampvuur. Oh, vertellen bij het kampvuur, dat is mooi. Ja. Doe je het nou om geld verdienen of alleen maar om bij te dragen aan het grotere doel wat je hebt? Nee, sowieso moet je geld verdienen. Want je zei heel nuchter, zei dat geld hoort er een beetje bij, maar toch. Ja geld is hartstikke nodig. Ik moet wel brood op de plank krijgen. Suikerballen natuurlijk. Ja. Ik nog. Nee, natuurlijk. Dus je moet geld kunnen verdienen, anders kan je ook je medewerkers en dan ga je kapot. Dat kan niet. Kijk nou toch eens, Mark. Maar waren er niet eens momenten waar je dacht van, waar ben ik in hemelsnaam mee bezig? Oh nee, toen wij dus net de camping hadden gekocht en toen zaten we tot hier in de hypotheek. In de gasprieten nog. Nee, tot hier in de hypotheek. En toen ging de wasmachine kapot. Ik denk, hoe moet dit nou? En totaal gefrustreerd en jankend. Ik was alleen in de wasseret. Hè. Ik denk. En ik geef een soort karatentrap tegen dat ding. Wat denk je? Die doet het. Hij doet het weer. Ja. Met een deuk erin. Ja. Maar hij deed het weer. Hij staat er nog steeds, hè? Nee. Maar hij heeft het nog wel zeker nog wel 10 jaar gedaan. Je hebt een ondernemerlijk pit, heb je gezegd. Vrouwenpit. Eigenlijk moet je dat niet aan mij vragen, maar aan de gasten. Zo horen. En bij de ondernemer houden we van ondernemers met pit. Dus daar zijn we dol op. Daarom. Een pepertje. Durf je een hap van te nemen? Nee, dat is madame. Dat is geen madame. Arjuna. Durf je een hap van te nemen? Is het erger dan madame? Ik weet het niet. Heb je suiker in de buurt? Kijk, ik ga me indekken, hè? Controle. Ja. Zegt dat iets over jou? Indekken, controle? Nou ja, ik durf wel wat. Tot op zekere hoogte. Ah, er zit zand inderdaad. Ja. Ah, mooi. Oké. Kun je in de camera kijken? Heb jij 3 ondernemerstips voor ondernemers? Kijk in de camera en geef ze. 3 ondernemers waar iedereen wat kan hebben. Wat jij nu aan hem wil leren. 1. Dit is shit, hé. De camera is voor jou. Nou. Tip 1. Laat je verleiden. Maar als het te heftig wordt, haak af. Als het te heftig wordt, haak af. Ja, haak af. Nummer 2. Doe nooit wat je moeder zegt. Ik krijg de tranen in mijn ogen, man. Doe nooit wat je moeder zegt. Dan krijg ik tranen in mijn ogen. 3. Hou focus. Dit is doe jij het ook? Regelmatig. Aha, zo, rauw. Rauw inderdaad, ja. Maar die eerste wil ik nog even terugkomen. Je zei inderdaad, als ik ben het even kijken, heb je nog een beetje meegeluisterd? Laat je verleiden, maar als het te heftig wordt, haak af. Ja, wat bedoel je ermee? Je raakt er ontroerd van. Ja, ik krijg gewoon... Laat je verleiden, dus je ziet wat. En dan denk je, dat is tof.
dat wil ik ook hebben. Of dat wil ik ook kunnen. Ja. En luister nooit naar je moeder? Want wat zou je moeder tegen jou gezegd hebben? Nee, luister nooit naar je moeder. Nee, nooit. Überhaupt niet. Nee, eigenlijk niet. Dit is niet voor kinderen trouwens. Het is heel belangrijk dat ze dat even dat zien en kijken. Dat moet je niet aan denken. Maar waarom moeten ondernemers niet naar hun moeder luisteren? Nou ja, je moeder is een metafoor voor de sociale druk. Of probeer autonoom te denken en te blijven. Is dat dan die boef? De sociale druk? Ja. We moeten veel meer samen gaan werken. Dus de camping-eigenaren sowieso onder elkaar en toerisme? Ja, maar ook met andere sectoren samenwerken. Daar ontstaan juist heel veel leuke innovaties. Ja. Als je samen... Nu hebben we bijvoorbeeld... Had je ooit gedacht dat wij met een afvalverwerker zouden kunnen gaan samenwerken? Ja, waarom niet? Kan toch? Want je moeder zegt dat je niet moet doen. Nou ja, je gaat het ophalen, brengt het naar een afvalverwerker. En die maken er misschien een mooie kunst van. Die maken er een mooie sloep van jullie, voor jullie camping. Voor informatie, hè? Inderdaad. Een sloep. Van het, maar wel? Een plastic sloep. 3D geprint van Fries huishoudelijk afval. Maar niet alleen van jullie camping, maar van heel Friesland. Nee, van... Ja. Dus, je kan altijd samenwerken ook met hele vreemde, onlogische partners. En daar ontstaan weer mooie dingen. Wat is dit? Het is een Fries kletskopje? Ja. Fries kletskopje. Wel lekker. Even kijken. Vind je het wel lekker? Ja. Mark, wil je proeven? Mijn Fries kletskopje. Ik heb er nog geen peper op gedaan. Met liefde van Karin van Watersportcamping Heeg. Lekker.